ja. Uitgedrukt in Duitse marken. Spaarders, beleggers hebben met banken te maken. U heeft ook een controlerende functie, dacht ik, hè, op de banken. Wij houden toezicht op de banken. Op alle aspecten van het werk wat banken doen. Banken rapporteren daartoe ook aan ons. Elke maand leveren ze een dik boekwerk in met de rapportages van hun verrichtingen. Dat toezicht is bedoeld ook om de mensen die hun geld aan banken toevertrouwen zoveel mogelijk te beschermen tegen ongelukken die bij banken zouden kunnen gebeuren. Ja. Nou, is er wel een regeling voor spaarders, dacht ik, als het echt helemaal fout gaat, hè, bij de banken? Ja, als het helemaal fout zou gaan, dan is er een zogenaamde garantieregeling. Dan kunnen spaarders bij banken, deftiger gezegd natuurlijke personen en stichtingen en verenigingen, maar alleen die kunnen erop rekenen dat ze van het tegoed wat zij bij een bank hebben en wat die bank dus niet meer terug kan betalen, dat ze tot een bedrag van 40.000 gulden verzekerd zijn dat ze dat altijd terug zullen krijgen. Wel, dames en heren, de eerste uitzending van de serie De Geld- en Effectenhandel zit er bijna op. We hebben kennis gemaakt met een groot aantal partijen dat erbij betrokken is. Het zal u in deze eerste uitzending duidelijk zijn geworden dat ons land daarbij sterk afhankelijk is van het buitenland. De koersontwikkeling op de effectenbeurs wordt niet alleen bepaald door de huidige winstgevendheid van het Nederlandse bedrijfsleven of door de stand van de rente op dit moment, maar bijvoorbeeld ook door toekomstverwachtingen en politieke ontwikkelingen die ver van ons bed hun invloed uitoefenen. Kortom, beleggen in effecten biedt interessante mogelijkheden, maar brengt soms ook onvoorspelbare risico's met zich mee. De mate daarvan hangt weer nauw samen met de soort effecten waarin wordt belegd. En daarom gaan we in de komende uitzendingen nauwkeurig kijken naar alle aspecten van obligaties, aandelen en opties. In deze uitzending plaatsen we het geheel in een breed en overzichtelijk kader en bekeken de macro-aspecten. In de volgende uitzending gaan we op de genoemde beleggingsvormen in. En vergeet u niet de radio-uitzendingen te volgen. Daarin leert u omgaan met beurs- en bedrijfsberichten. En gelooft u mij maar, over 6 weken heeft u een heel wat ruimere kijk op veel dingen, ook wanneer u niet zelf in effecten belegt. Graag tot de volgende keer.